Ik ben traditioneel geïnstalleerd als de ambassadeur van het Tchamba-volk in Ghana. Yeah. En dat houdt in dat ik namens de koning van het Tchamba-volk op zoek moet gaan naar mensen die eigenlijk nazaten zijn van de Tchambas die ooit uit Afrika naar de nieuwe wereld gebracht werden. En hoe ben je op dit traject gekomen? Ik ben Maron, Buskondrepching, en het toeval wil dat ik Tchamba ben. Maar hoe heb je dat ontdekt? Hoe ben je dat weet ik vanaf eigenlijk mijn geboorte en als we bij me opgroeien. Weet ik, mijn ouders vertellen ons dat tot welke lo we behoren. En de lo waartoe ik behoor is de Pika lo. En een onderdeel daarvan is de Tchamba B. En mijn moeder is Tchamba, mijn vader is Tchamba. En bij de Marons is het zo dat je via de matrilinie, via de matrilineaire lijn gerekend wordt wat je bent. De moederlijn. De moederlijn. Ja, dus, okay. Maar mijn moeder is Tchamba, maar het toeval wil dat ook mijn vader Tchamba is. En dat hebben ze van overleveringen? Dat hebben we van overleveringen. Oké, okay, ja. Dus daar had je al een aanknopingspunt. Hadden we een aanknopingspunt. Tchamba? Met Tchamba, ja. Oké, okay, en hoe hebben we in Ghana een ambassadeur, mevrouw Fidelia Grand Gallon, die doet daar voortreffelijk werk. Dus zij heeft ooit een samenkomst georganiseerd met de koningen in Ghana. Dus toen kwamen ze daar en eentje vroeg van, ik ben op zoek naar Tchamba mensen. Er was ook een mevrouw daar op bezoek, op vakantie. Die is half Tchamba, haar vader is Tchamba. Dus zij stond op en zegt van, ik ben ook uit die Tchamba-lijn. Dus zo is het aan het rollen gekomen. Dus die dame zegt van, hey, Kenrich ken ik, hij is volledig Tchamba. Zijn moeder is Tchamba, zijn vader is Tchamba. Zullen we hem even bellen? Dus zo is het gegaan. Ik zat in Europa, Holland. Dus ik dacht van, meneer Kasranam Bakafukong. Paiwan ticket bakaf Gua Holland voor Gua Ghana. Dus ik stopte op het vliegtuig richting Ghana. Dus daar ontmoet ik de koning en die koning zegt tegen mij van, ik begrijp dat jij volledig Tchamba bent. Een paar vragen gesteld. En vergaderd met de, ze hebben daar een organisatie, de Royal Chiefs Association of Ghana. Heb ik met ze vergaderd en we hebben gesproken. En de koning van Tchamba, die zegt van, jij gaat niet terug zonder een opdracht. Dus zo is het gekomen. Dus het is niet dat ik ergens voor gewerkt heb, maar gewoon mama en papa hebben gewerkt. Of dat de Matewa spreekt in de mannen. Oh, no. Er is wel een background check gedaan. Wie is Kenry? Wat doe je? Dus dat en hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben met de ambassadeur gesproken, gevraagd. En ook gevraagd naar mijn referenties. Dus dat is maar Luku bepaalde ze niet. Maar het basis is mijn geboorte, is meer geboorterecht.